is het weer zover. Dan gaat het college Vos open, maar jouw schooldag zal er anders uitzien dan normaal. Je komt fietsend of lopend naar school. Of je wordt gebracht met de auto. Je mag niet met het openbaar vervoer naar school komen. Eerst een paar basisregels. Houd 1,5 meter afstand met je klasgenoten en docenten. Was goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. En een mondkapje is niet nodig. En oh ja, voel jij je niet lekker? Blijf dan thuis. Als je binnenkomt, zijn er wat dingen anders. Allereerst desinfecteer jij je handen. Dit doe je 30 seconden. Dan denk je, ik pak mijn spullen uit mijn kluisje. Maar dat zit er niet in, want je kluisje blijft dicht. Je hebt nog wel de kans om de spullen uit je kluisje te halen. Dit hoor je van je mentor. De hele school is ingedeeld in loopbanen. Je loopt de rechtertrap op zonder de leuning aan te raken. Daarbij houd je rekening met 1,5 meter afstand. Je loopt naar het lokaal wat op jouw rooster staat. Dit is te zien in magister. In de gangen zie je strepen. Deze laten de 1,5 meter zien. Die houd je ook aan. Je wacht bij het lokaal totdat de docent jou naar binnen roept. Kom maar! Als je binnenkomt, was je opnieuw je handen. De deur blijft open, zodat de virusdeeltjes niet in de lucht blijven hangen. Normaal gesproken ga jij naast een vriend zitten. Nu kan dit dus niet. Hoi! Hallo. De tafels zijn van tevoren schoongemaakt. Klassen zijn ingedeeld in kleinere groepen. Je blijft de hele dag op dezelfde plek en hangt je jas over je stoel. Op deze plek krijg je de hele dag les. Niet jullie, maar de docenten wisselen van lokaal. Natuurlijk heb jij altijd je spullen bij je. Zoals je boeken, je pen en natuurlijk je laptop met oplader. Dan de pauzes. Je blijft in hetzelfde lokaal. Je neemt je eigen eten en drinken mee, want de schoolkantine is gesloten. Stel, je moet echt nodig plassen, dan vraag je toestemming aan je docent. Mag ik naar de wc? De docent wijst aan wanneer je weg mag. Je gaat via de andere trap naar beneden, ook zonder dat je de leuning aanraakt. Je gaat via de uitgang naar buiten. Je pakt je fiets en gaat direct naar huis. Je blijft niet op school hangen. En als je thuis bent, handen wassen. Verschillende experts denken dat deze regels ook nog na de zomervakantie gelden. Voor nu, bedankt voor het kijken en we zien jullie met alle liefde weer terug op school. Doei!